Lang geleden leefde in een ver land een boze stiefmoeder. Sneeuwwitje woonde bij haar. De stiefmoeder was ijdel en hooghartig. Haar kasten hingen vol met de mooiste kleren, en in de kelder stonden wel 1000 paar schoenen. De hele dag liep ze te piekeren hoe ze er op haar best zou kunnen uitzien, want ze kon het niet verdragen dat iemand mooier was dan zij. Keer op keer wilde zij horen dat ze de allermooiste van het land was. Daarom had ze een dure toverspiegel gekocht. Iedere dag stond ze voor deze spiegel, en iedere dag stelde ze weer dezelfde vraag. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? En de spiegel antwoordde: de mooiste in het land ben jij. De stiefmoeder was dan weer gerustgesteld, want de toverspiegel sprak altijd de waarheid. Op zekere dag stond de stiefmoeder weer voor haar toverspiegel. Ze had zich helemaal opgemaakt en een fantastische roze jurk aangetrokken. Ook had ze prachtige oorbellen in, en op haar hoofd stond een schitterende zilveren kroon. Ze was bijzonder ingenomen met haar uiterlijk. Weer vroeg ze aan de spiegel: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? En de spiegel antwoordde deze keer iets anders: de mooiste in het land is Sneeuwwitje, want zij is 1000 maal mooier dan jij. Ze dacht dat ze het niet goed had verstaan en vroeg het een tweede keer: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? Maar de spiegel gaf hetzelfde antwoord: de mooiste in het land is Sneeuwwitje, want zij is 1000 maal mooier dan jij. De stiefmoeder werd groen en geel van jaloezie. Dat kon ze niet verdragen. Sneeuwwitje moest het huis verlaten, en zij zou nooit mogen terugkomen. Sneeuwwitje deed de deur dicht en liep het bos in. Het was mooi weer en de vogeltjes zongen uit volle borst. Maar ze was erg verdrietig, want ze wist niet waar ze naartoe moest gaan. Opeens zag ze haar lievelingsdieren die gezellig in het bos liepen. Ze ging er naartoe en nam afscheid van hen. Ze had nu een hele lange wandeling voor de boeg. Sneeuwwitje werd moe van het lopen en haar maag rammelde van de honger. Ze zag een klein huisje staan. Een lief konijntje zat in de tuin. Sneeuwwitje dacht na wat ze zou doen. De deur was dicht, maar zat niet op slot. Voorzichtig opende ze de deur en ging naar binnen.
Ze keek rond en zag een gedekte tafel met 7 schone bordjes. Tegen de muur stonden 7 keurig opgemaakte bedjes. Ze was erg moe en ging op een bedje liggen. Ze sloot haar ogen en viel langzaam in een diepe slaap. De kaboutertjes hadden de hele dag hard gewerkt. Het werd langzamerhand tijd om ermee op te houden. Jongens, stoppen en naar huis. Joho. Onder het lopen zongen de kabouters een liedje. Toen ze bij het huisje kwamen, zagen ze dat de deur open stond. De deur staat open. Oh. Ik ga even kijken. Er ligt iemand te slapen. Oh. De kabouters stonden vol verbazing te kijken. Even opende Sneeuwwitje haar ogen, maar ze was erg moe. Heel snel viel ze weer in slaap. Oh. De kaboutertjes besloten dat ze vannacht kon blijven. Zelf gingen ze ook naar bed. Een van hen moest op de grond slapen. Toen ze allemaal in slaap gevallen waren, trilde het kleine huisje van het harde gesnurk. De volgende ochtend was Sneeuwwitje vroeg opgestaan. Ze had voor de kabouters heerlijke verse broodjes in de oven gebakken. Onder het ontbijt vertelde ze over haar boze stiefmoeder en wat er allemaal was gebeurd. De kabouters vonden het een droevig verhaal en hadden medelijden met Sneeuwwitje. Ze zeiden dat Sneeuwwitje in het huisje mocht blijven, maar ze mocht niet naar buiten en ook de deur niet openen. Toen alle broodjes waren opgegeten, gingen de kabouters naar het bos om te werken. Op een dag was Sneeuwwitje toch naar buiten gegaan. Ze was druk aan het werk toen iemand het tuinpad opliep. Het was de boze stiefmoeder met een mand vol giftige appels. Maar Sneeuwwitje herkende haar niet, omdat ze zich verkleed had. Hallo Sneeuwwitje, ik heb hier een mand met heerlijke appels. Wil je er eentje proeven? Dat wil ik zeker, mevrouw. Sneeuwwitje nam een hap van de giftige appel en viel op de grond. De boze stiefmoeder liep snel weg. Na een dag hard werken liepen de kabouters naar huis.
Ze zongen weer dat het een lieve lust was. Natuurlijk wisten ze niet wat er met Sneeuwwitje was gebeurd. Toen ze het pad opliepen, zagen ze dat er iets niet in orde was. Sneeuwwitje lag op de grond en bewoog niet. De dokter Kabouter knielde bij haar neer en vertelde dat er iets ernstig aan de hand was. Sneeuwwitje is overleden, want ze ademt niet meer. Oh. We zullen haar moeten begraven. De kabouters hadden een mooie glazen kist gekocht en Sneeuwwitje daarin gelegd. Bedroefd waakten zij bij de kist. In de verte hoorden ze een paard aankomen. Het paard stopte en op zijn rug zat een knappe prins. De prins liep naar de kist van Sneeuwwitje en vroeg aan de kabouters of hij even naar haar mocht kijken. Dat vonden de kabouters natuurlijk goed. De prins opende het deksel van de kist en gaf Sneeuwwitje een zoen. Hierdoor schoot het stukje giftige appel uit haar keel en langzaam opende zij haar ogen. Ze stond op en liep naar de prins. Lieve Sneeuwwitje, wil je met me trouwen? Dat wil ik heel erg graag, beste prins. Toen kusten ze elkaar. De kabouters zwaaiden hen uit. Samen stegen ze op het paard en reden naar het kasteel van de prins. Ze leefden nog lang en gelukkig.